Helemaal. Ik kreeg net een vraagje hoe je een offset kunt creëren. Oftewel, hoe kan ik een dikkere rand om deze design heen zetten? En dit geldt eigenlijk voor elk pad wat je maakt, of voor elke tekst die je omzet naar een pad. Ik laat het op dit moment even inzien bij Inkscape, maar in principe kun je dit ook doen in Scal, oftewel Shortcuts. Ik begin met in ieder geval een uitleg hoe het in Inkscape is. En morgen waarschijnlijk of van de week zal ik hem ook nog een keer maken voor Scal. Ik heb al een design ingeladen. Ik heb hier mijn hip hip hoera design ingeladen. En wat we gaan doen is we gaan een dikkere rand om deze design heen maken. Het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Iedereen kan dit doen. Ik klik mijn design aan zodat de banners, de zwarte pijltjes omheen komen. Ik klik op paden en kies voor een gekoppelde offset. Ik laat zo meteen ook zien wat een dynamische offset is, maar we beginnen met een gekoppelde offset, want dat geeft uiteindelijk het resultaat wat het makkelijkste is. Gekoppelde offset, op het moment dat ik hierop klik, dan zie je dat mijn vierkantje verandert in een gestippelde lijn met één punt hier op het hoekje. Als ik aan die punt trek met mijn muis, dus ik klik hem met de linkermuisknop aan, ik trek hem iets groter, dan zie je dat mijn design een soort rondje gaat maken om het design heen. Afhankelijk van wat je wilt doen, kun je zelf bepalen hoe groot die moet worden, zeg maar. Maar je ziet ook dat mijn design een beetje gek aan het doen is bij de hip hip hoera. Bij de hip hip vooral, namelijk. Als ik hem nu loslaat en ik klik weg uit mijn design, dan zie ik dat ik een best wel mooie offset heb. Alleen hier bij de hip hip hoera gaat het een beetje mis. Bij de hip hip, zeg maar. Op het moment dat ik nu mijn buitenste lijn aanklik, dan kan ik deze verslepen naar boven. En wat ik kan doen, is ik kan deze extra puntjes die hij heeft gecreëerd ook weggooien. In principe zou ik ook deze weggooien, omdat dit vrij klein allemaal is. Alleen van de H laat ik de inkeepjes wel doen. Op het moment dat ik nu naar mijn punt toe ga, dan zie je dat ik weer in die offset-modus kom. Nou, als je dat wil aanpassen, dan klik je in je puntjestool op dit icoontje. En dan worden je puntjes weer zoals je ze gewend bent. En dan kun je ze eigenlijk selecteren door een blokje eromheen te trekken en ze vervolgens verwijderen. En dat doe je voor alle ongewenste puntjes die er in jouw design staan. Die haal je allemaal even weg. Zijn nog meer wegen naar Rome om dit te doen? Wat je ook kan doen, is ik heb nu zo'n beetje alle puntjes hier weggehaald. Stel, ik wil deze twee ook nog weghalen. Kun je het ook anders doen? Ik kan ook naar mijn, als ik even mijn muisje klik, ik kan ook naar mijn vierkantjes gaan. En een vierkantje over mijn design heen trekken. Dus over het gedeelte wat ik niet wil hebben. Vervolgens ga ik weer naar mijn muis toe en ik selecteer het vierkantje wat ik heb getrokken. Hou mijn shift ingedrukt en ik selecteer de grote blok. Dan zie je dat er een stippenlijn om het vierkantje zit en een stippenlijn om mijn grote design heen. Vervolgens kies ik voor paden en kies verenigen. Op het moment dat ik dat doe, doet hij eigenlijk precies hetzelfde als wat je doet op het moment dat je stipjes weghaalt. Is hij maakt er één geheel van het pad van. Het is natuurlijk maar net wat je prettig vindt, maar ik vind dit het makkelijkste door met de puntjestoel te werken. Nou, ik heb mijn design klaar. Ik heb mijn offset gemaakt. Ik kan hem weer of terugplaatsen. Nou, het is altijd een beetje moeilijk om te bepalen van hoe zit hij nou goed. Om dat te doen, dus selecteer ik ze allebei. Ga naar, even spieken waar dat altijd zit. Oh ja, object. En zeg ik uitlijnen en verdelen. Dan komt dit scherm aan de rechterkant tevoorschijn. En hierin kan ik ze uitlijnen. Door te kiezen voor gecentreerd op horizon en gecentreerd op deze, weet ik zeker dat mijn design perfect in het midden weer staat zoals ik hem zou willen. Vervolgens kan ik hem opslaan en exporteren naar Canvas of naar een ander programma waarin ik hem wil gebruiken. Nou, deze set stappen kun je natuurlijk ook voor een ander design doen. Ik kan het ook gewoon voor een gewoon design doen. Als ik even kijk of ik iets anders nog heb waarin ik een gewoon design heb. Ik heb heel veel kaarten, dus dat maakt het niet echt een beetje lastig. Volgens mij zit een paardje, dacht ik. Dit vind ik altijd zo vreemd van Inkscape dat hij dit doet. Ja, nou, ik wil bijvoorbeeld offset maken van dit paard. Ik gooi de I Love Horses even weg. En ik heb hier alleen nog het paardje. En wat ik doe is, ik ga weer naar paden. En een dynamische offset, als ik die klik,
Ik ben altijd het puntje hier kwijt bij deze offset. Ah, nou zie ik hem. Als ik nu een offset maak, dan raak ik namelijk mijn paard zelf kwijt. Dus als ik nu naar lagen kijk en ik kijk naar of ik ga naar beeld en ik kies voor contouren, dan heb ik echt alleen nog het paard. Plus hij doet een beetje vreemd met mijn design. Dus als je dat wil, dan kun je je design ook wat dikker maken. Dus dan kan ik gewoon mijn design aanpassen naar wens. Nou, voor mij is dat niet de bedoeling. Dus ik ga weer naar mijn pad. Of ik selecteer hem weer met mijn muis eerst, dat de blokjes eromheen staan. Ik ga naar pad. Gekoppelde offset creëren. Daar is mijn vier over een rondje. En als ik nu een offset creëer, dan heeft hij weer de verkeerde bakken. Altijd een beetje irritant. Ik selecteer het design. Ga naar pad. Gekoppelde offset. Soms doet hij ook niet wat ik wil. Als het goede staat hij hier ook tussen. Nou, nog een keer, ik selecteer mijn design, druk op pad, gekoppelde offset. Waarom komt mijn rondje niet naar boven? Even kijken hoor. Ik selecteer hem. Pad, gekoppelde offset. Het is een eigenwijs paard. Nou een gekoppelde offset? Ja, nou heb ik wel gekoppelde offset. Dus dat is nog een manier. Ik zal het even terug doen. Wat ik deze, ik heb mijn puntjes nu geselecteerd. Als ik die heb staan en klik op pad en dan gekoppelde offset, dan doet hij het in één keer goed. Soms moet ik soms ook een beetje prutsen hoor. Wat ik doe is ik maak een kleine offset ervan. Als hij dit aan het doen is, wat hij nu aan het doen is, dat hele moeilijke zeg maar. Dat verspringen de hele tijd. Wat je kan doen is even inzoomen. Dan op het moment dat je hem nu verplaatst, zeg maar, dan houdt hij op met dat hele heftige springen. Ik moet wel zeggen dat dit een slechte design is om een offset van te maken. Omdat ik hem getraceerd heb en er zitten heel veel haakjes in. Maar ik heb in ieder geval een offset gecreëerd. Ik kan even uitzoomen weer. En je ziet dat mijn paard nu een offset heeft. Ik moet wel wat dingetjes schoonmaken, want zoals je ziet is mijn offset niet helemaal perfect. Wat ik waarschijnlijk kan doen is kiezen voor pad en dan vereenvoudigen. Waarschijnlijk gaat dat dan, maakt hem al een stuk beter. Nou, ik zie al heel veel foutjes eruit in één keer verdwenen, maar je ziet nog steeds hier en daar wat haakjes die je moet verbeteren. Het is in ieder geval de snelste manier om een offset te creëren. En als je een schoon snuifvuil hebt, dan zal je deze rare hoekjes minder hebben. Nou, mocht je eens vragen hebben over een offset creëren binnen Inkscape, geef dan even een seintje. En hopelijk was dit weer informatief. Groetjes, tot gauw!